welkom bij deze nieuwe video. Ik begin met een hele fijne kerst voor iedereen, want vandaag als deze video online komt is het eerste kerstdag. Dus ik wens iedereen een hele fijne kerst. En ik dacht nog zo lekker aan het einde van de maand december nog een hele grote winactie. Ik heb heel vaak winacties en dit is echt tot nu toe volgens mij echt een van de grootste. Ik heb superveel make-up en spul. Het is ook nou extra veel, want ik heb in september, oktober, november heel veel adventkalenders unboxed, waarvan ook echt heel veel producten naar de winactie zijn gegaan. Ik vind het altijd heel leuk om winacties te houden. Een van mijn meest irritante vragen die ik krijg zijn: wanneer komt er weer een winactie? Stop alsjeblieft met die vraag: de winactie komt wanneer de winactie komt. Ik plan winacties nooit. Het komt wanneer het komt. Wanneer ik gewoon genoeg make-up heb en zo, dan komt er een winactie. Vandaag is er weer een leuke winactie en ik heb er weer super veel zin in. Ik ga in de video laten zien wat allemaal in de winactie zit. En aan het einde van de video zal ik vertellen wat je moet doen om de winactie te kunnen winnen. En vergeet niet om alles te doen, want als je niet alles doet, dan win je helaas niet. Bij de andere winacties heb ik ook vaak comments gehad met: waarom maak je geen verschillende winpakketten? Want het is altijd superveel make-up voor één persoon. Dat doe ik bewust zo, want als ik een aantal pakketten maak, dan moeten ze wel allemaal evenveel waard zijn en allemaal wel een beetje even leuk zijn. En dat is te veel hoofdpijn voor mij om dat zo te gaan doen. Dus ik maak gewoon altijd één mega winactie. Dan is gewoon één persoon super blij en die persoon kan weer alle make-up die hij niet hoeft aan anderen weggeven. Dus op die manier maak ik toch een aantal mensen blij. Want ja, mijn winacties zijn altijd zo groot dat het echt te veel gaat zijn voor één persoon. Dat klopt helemaal. Maar nogmaals, de persoon die wint kan het dan ook weer doorverspreiden. Nou, ik wil niet dat de video weer te lang gaat worden. Dus we gaan gewoon snel beginnen met wat er allemaal in de winactie zit. Als het jou niks boeit, als jij gewoon iets hebt van: I don't care wat ik win, ik wil gewoon winnen. Je kunt dan gewoon doorspreiden. Poelen naar het einde waarin ik vertel wat je moet doen om te kunnen winnen. En alles staat sowieso ook hier beneden in de beschrijving. Ik krijg altijd de vraag wat ik op mijn lippen heb. Vandaag heb ik By Kelsha Matte Liquid Lipstick op in de kleur Sexy AF. Echt een hele mooie matte rode lipstick. Oké, we gaan beginnen. I'm excited. Ik vind het altijd zo leuk om mensen blij te maken. Ik heb hier echt de hele tas. Oh my god. Oké, let's begin. Ik ga er wel een beetje snel doorheen, want anders duurt de video echt veel te lang. Wat kun je allemaal winnen? Ik begin met dit prachtige Pixi oogschaduw paletje. Deze is echt super mooi, echt geweldig. Van Pixi heb ik ook hier een paarse highlighter. Ook echt heel erg mooi. Ik heb van Olaz hun hydraterende crème. Heel fijn als een dagcrème. Ik heb van L'Oreal een rode nagellak. Super, super mooi. Ik zou die echt houden als ik geen acryl had gehad. Ik heb van Action van Spa een vel. Van Catrice heb ik een highlight en bronze paletje. Ik heb ook weer van Catrice een klein oogschaduw paletje. Super cute. Ik heb van de Action Spa hun dagcreme. Ook heel leuk. Ik heb van Catrice ook een highlighter pen. Heel mooi, zo goudachtig. Ik heb van Huda Beauty wat leuke stickertjes. Van de Action heb ik ook een lipbalmpje. Ik heb van Catrice de Prime & Fine Mattifying Setting Spray. Deze is echt super fijn. Ik heb die al helemaal opgemaakt. Het is echt een hele fijne fixing spray. Van La Ritzy Cosmetics heb ik een losse oogschaduw. Die heet Glory. Ik maak hem even open voor jullie. Dit is een creamy lichte bruine oogschaduw. Super mooi. Het is dus echt een crème. Van L'Occitane heb ik een handcrème. Ook van L'Occitane heb ik ook een handcrème. Maar die is echt speciaal voor mensen met echt een hele droge huid. Van Max & More heb ik een brow kit. Van Essence heb ik een heel klein oogschaduwpaletje. Die zat ook in een adventkalender. Kijk hoe cute en mooi. Een beetje van die naturel kleurtjes. Heel handig. Ook zo klein. Handig voor to go. Van Revolution heb ik hun eyeliner pen. Die is echt super fijn. Van de Action weer zo'n lipbalmpje, maar dan in een andere kleur. Van L'Occitane heb ik een lichte handcreme. Die voelt heel licht en dun aan. Ik heb van Technique Cosmetics een lipstick. Die is rood. Ik heb er heel veel, maar die liggen ook hier verspreid. Ik heb nog een brow kit van Max & More. Ik heb van Technique nog zo'n lipstick. Ik heb van Essence een rode nagellakje. En ik heb hem ook in het glitter paarsachtig. Niet glitter, meer glanzend. En ik heb hem ook in een matte paarsachtige kleur. Dus ik heb er hier drie. Oh, hier zijn er meer. Ik heb hem ook in het Bordeaux rood.
En ik heb hier wel echt een glitter. Dus super mooi, allemaal verschillende kleuren. Van UNG Cosmetics heb ik een bruine oogschaduw. Pigment, heel mooi en glanzend. Van L'Occitane heb ik een kleine shampoo. En ook van L'Occitane heb ik volgens mij weer een handcrème. Ja, en die is ook voor dry skin, dus voor de droge huid. L'Oreal heb ik een smoky oogschaduw paletje. Van Goodie Box heb ik hier hun beauty spons. Van L'Occitane heb ik hier weer een crème. En van L'Occitane heb ik ook een conditioner, handig samen met die shampoo. Van Max & More heb ik een True Shades oogschaduw paletje met allemaal een beetje donkere smoky kleurtjes. Van Technique Cosmetics heb ik een eyeliner pen. Aan de ene kant is het een pen en aan de andere kant is het een driehoekje. En dat is dan gewoon zo'n stempel. En je kunt dan gewoon zo makkelijk ploep, drukken. Van Max & More ook weer zo'n klein oogschaduw paletje. Ik heb verschillende badbombs. Ik heb er 3. Waar is die andere nou? I don't know. Maar hier alvast 2. Wit en paars. Van I Heart Revolution heb ik hier een Dragon oogschaduw paletje met hele mooie kleurtjes. Ik heb van Essence een concealer paletje. Ook heel handig om te hebben. Van UNG Cosmetics heb ik hier een holographic-achtige nagellakje. Van Max & More heb ik weer zo'n cute oogschaduw paletje. Van NYX Cosmetics heb ik hier een glitter oogschaduw paletje. Die is echt net nieuw. Van UNG Cosmetics heb ik ook een oogschaduw paletje. Met 4 mooie glanzende kleuren. Die is echt super duur en echt heel mooi. I really love it. Van Essence heb ik hier ook een oogschaduw paletje die ik ook al heb. Dus vandaar dat die in een winactie gaat. Van Catrice heb ik hier een creamy oogschaduw. Dit is een beetje in een bruinige glanzende kleur. Van Essence heb ik nog een glanzende oogschaduw. Ik heb hier een random vel, ook van Essence. Van L'Occitane heb ik hier weer een crème. Lekker veel crèmes. Van Pixi heb ik hier nog een highlighter. Van de Action, van de Spa, heb ik hier bad pearls voor in bad. Ik heb van Mask Me Up, I think. Een foot peeling mask. Kun je lekker om je voetjes doen. En dan na een week heb je hele mooie zachte voeten. Ik heb hier van Essence gewoon een klein spiegeltje. Van Revolution heb ik hier een liquid glow. En het is een beetje zo holographic. Van Essence een blauwe oogschaduw. Van Max & More een glanzende glitterige nagellak. En ik heb hem ook in het rood. Die is ook zo glanzend. En ik heb hem ook in het witte glanzend. En ik heb hem ook nog in het grijs, ook zo glanzend. Dus al deze kleurtjes. En dan heb ik er ook nog 2 van Catrice. Deze is zo bruin. En deze is paars glitterig. Oh mijn god, van Pixi heb ik ook dit highlighter paletje. Mensen, dit paletje is echt amazing. Ik heb die al, ik heb hem dus 2 keer. Deze hier ga je zo blij mee zijn. Deze is zo mooi en heftig. Ik heb van Technique de Intoxicate Mascara. Ik heb van Essence een vel weer en ik heb van Essence wat stickertjes. Van Pixi heb ik hun Vitamine C Cleanser. Hiermee kun je je gezicht schoonmaken. En van hun heb ik ook de Vitamine C Lotion. Dus heel handig om te hebben. Ik heb van Technique ook dit blush paletje. Mijn moeder gebruikt dit paletje en zij vindt die echt zo fijn. Ik heb van L'Occitane ook weer een handcrème. Heel veel crèmes vandaag. Ik heb van Catrice een primer. Deze is ook heel fijn. Deze heb ik ook. Ik heb weer een nagellakje van Essence. Een beetje donker, zwartachtig met glittertjes. En ook van Essence een groene glanzende oogschaduw. Oh, we zijn echt nog lang niet klaar. Ik heb van Pixi de Endless Oogschaduw Stick. Deze is ook echt geweldig. Dit is een hele mooie bruine glanzende stick. Je brengt die gewoon zo aan en je bent klaar. Lekker snel. Ik heb van Catrice een camouflage stick. Ik heb van Revolution hun oogschaduwpaletje. Deze is ook nieuw en heeft echt prachtige matte en glanzende kleurtjes. Ik heb van Catrice ook weer een liquid glow. Heel mooi licht champagneachtig. En ik heb van Catrice wimpers. En ik heb van Catrice een color corrector paletje. Dan heb ik van Evoluderm of zoiets. Ik kan de naam niet uitspreken. Heb ik een make-up remover water. Ik heb van W7 lip scrub. En ik heb van Essence nog een zwarte matte oogschaduw. Ik heb weer zo'n lipstick van Technique in een mooie licht roze kleur. En ik heb weer van L'Occitane een handcrème.
Je hebt in ieder geval genoeg handcremes. Ik heb van Pixi hier twee sets met een liquid oogschaduw en een matte liquid lipsticks. Deze sets ook echt amazing, 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 amazing. Ik heb van Mina of zoiets een pen, een eyeliner pen. Ik heb van Naob of zoiets ook weer een gezichtsremover crème. Ik heb van Daily Concepts een zeep. Voor in de douche. Altijd handig om te hebben. Ik heb van Axe & Rouge een liquid glow. Een hele mooie roze liquid glow. Kijk hoe mooi dit is, jongens. En ook echt een groot flesje. Dus je hebt echt veel. Ik heb van de AliExpress Nep Wimpers. En ik heb hier weer een nagellakje van Essence in een mooie nude kleur. Ik heb hier Gifted Tags van Essence. En van Max & More weer een glow. Een liquid glow. Ik heb van Youth Lab een BC Cream. Als het niet jouw kleur is, kun je hem aan iemand anders geven. Ik heb van W7 Nep Wimpertjes. En ik heb ook van Pussy Shop 2. Dus je hebt weer lekker veel nepwimpers. Ik heb van Max & More een bronzer. Ik heb van Douglas ook een bronzer. Een grote, big bronzer. Ik heb weer van Spa badzout. Ook weer handig voor een bad. Ik heb van CalMax een lipbalmpje. En ik heb van Technique een hele leuke matte lipstick set. Ja, het is matte lipstick set, ja. Met superveel lipsticks erin. Ik heb hier een random kwast van Luxie Beauty. Ik heb hier een handige portemonnee. Deze portemonnee gebruik ik. Dus dan hebben wij allebei dezelfde portemonnee. Ik heb weer een bronzer van Max & More. Ik heb van Mesauda. Ja, een oogschaduwstick, I think. Ja, een stick. Ik heb van Essence een wenkbrauwpotloodje. Ik heb ook van Essence een brush cleaner tool. Om je brushes mee schoon te maken. Ik heb van de Pussy Shop nog meer heftige nep wimpers. Ik heb van Essence een leuk oogschaduwpaletje. Kijk die kleuren, hoe mooi. Echt love it. Ik heb van Max & More een metallic lipstick. En van Catrice nog meer wimpers. Ik heb hier een crème. Ik weet alleen niet van wie die is. Van welke brand. Maar het is een crème. Handcrème is het. Een handcrème. Ik heb hier weer een random kwast van de Pussy Shop. Ik heb van Max & More een concealer paletje. Ik heb een mini liquid glow van W7. En van Essence nog meer stickertjes. En hier ook nog wat andere. Ik heb van Pixi 3 keer een lipgloss met 3 verschillende kleuren. Super mooie glanzende kleuren. Van Catrice heb ik hier een groot lippaletje. En van Essence heb ik ook een groot lippaletje. En van Action Spa heb ik hier weer een gezichtswash om je make-up ermee af te wassen. En van Catrice nog zo'n camouflage stick. We zijn bijna klaar, jongens. Van Catrice heb ik nog een heel mooi nude oogschaduwpaletje. En van Technique heb ik nog zo'n lipstick in het fel roze. Dus je hebt echt superveel lipsticks, jongens. Dan heb ik hier nog een bronzer van Max & More. Dan heb je er 3 in 3 verschillende kleuren. Dus verspreid de make-up. Van Douglas heb ik hier een heel mooi oogschaduwpaletje van hun. Dit zijn de kleuren, heel mooi naturel kleurtjes. Van Technique heb ik ook nog een heel groot oogschaduwpalet met echt prachtige kleuren erin. Van Real Technique heb ik ook... Van Real Technique heb ik hier 2 oogschaduwkwastjes. Last but not least heb ik hier de grote W7 adventkalender. Ook super leuk om te hebben. En dat was het dan, jongens. Oh my god. Oké, mensen. Dat is dan alle make-up die je kunt winnen. Het is dus echt superveel. En ik hoop echt dat ik iemand hier heel blij mee ga maken. Nou, wat moet je precies doen om te winnen? En let alsjeblieft goed op. Want er zijn altijd mensen die weer niet alles doen. 1. Abonneer op mijn YouTube kanaal en like deze video. Dus abonneer en like de video. 2. Volg mij ook op Instagram. Mijn Instagram is gewoon mijn voor- en achternaam. Sarah Mariek. Als jij nou geen Instagram hebt, maak er gewoon even snel eentje aan. En 3. Comment onder deze video. Comment gewoon iets waarom jij wilt winnen. Hoe je mijn kanaal hebt gevonden. Wat je vindt van mijn video's. Het maakt werkelijk niet uit. Comment gewoon iets. En zet jouw Instagram naam erbij. Staat jouw Instagram naam er niet bij, kan ik jou niet berichten, kun je ook niet winnen. Dus zet dat er echt bij. Dus dat is wat je moet doen. Dus abonneer op mijn kanaal, like deze video, volg mij op Instagram en comment hieronder iets met jouw Instagram naam er ook bij. De winactie loopt 1 week, dus tot en met volgende week woensdag. Ik maak hier onder de video bekend wie er heeft gewonnen. Ik weet nog niet hoe laat, dus ja, kom gewoon die dag terug.
Plus, ik zal de winnaar ook via Instagram een berichtje sturen. Dus ja, dat is wat je moet doen. Het is niet echt heel veel. Je hebt het echt zo gedaan. En ik denk dat heel veel mensen een deel al hebben gedaan misschien. Dus ja, dat is wat je moet doen om te kunnen winnen. En ik wens iedereen echt super, super veel succes. Als jij nou niet wint, niet getreurd. Er komen echt nog een heleboel winacties aan. Zowel hier op mijn kanaal als op mijn Instagram. Nou, ik plaats hier nog twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.